Ja, dat kunnen wij ons moeilijk voorstellen. Maar de meeste Russen die vinden gewoon... Ja, die Poetin die heeft zich bewezen. Dus die staat voor Rusland en voor ons. En ze zijn niet anders gewend. Nee, maar hoe groot is de groepering die hem verafschuwt? Nou ja, niet allemaal niet zo groot. En ik denk dat er ook heel veel Russen zijn die eigenlijk denken... ja, die Poetin, weet je wel, moet dat nou? Maar ja, we hebben niks anders. Dus dan toch maar die Poetin. Maar ik zag ook bijvoorbeeld een... ja, jammer dat we dat filmpje niet hebben. Een hoogbejaarde vrouw, ook boven de 70... en die had net een portret van Poetin op haar borst laten tatoeëren. Want ja, die houdt zoveel van die man. Heb je die even doorgegeven dat je dat filmpje wilde zien? Nee, was vergeten eerlijk gezegd. Oh, ja, maar jammer. Ja, staat op zit er... IJsbeertje dan? Ja, wat zeg je? IJsbeertje? Ja, doe die ijsbeer maar. Je moet toch... Oh, die heb je ook niet. Nee, die hebben ze. Ja, die is, dat gaat te snel, weet je. Maar die had je graag willen zien. Die zat hier. Die tatoeage. Die voet in, ja, op de borst. Ja. Dus er zijn mensen die houden echt van hem. Dat, nou, dan blijft de komende 6 jaar de NAVO wel relevant. Nou, nogal, ja. Ja. Kijk, je kunt natuurlijk ook van een hele andere kant naar hem kijken. Namelijk van onze kant. En zien van, ja, wij denken hij vormt een gevaar voor ons. En de westerse landen zijn het erover eens dat Rusland een gevaar is. En dat Poetin ons bedreigt. Nou ja, we weten dat we de komende 6 jaar in ieder geval weer nog met hem te maken hebben. En dus daar moeten we mee dealen dan. En zo meteen met Trump, als hij de verkiezingen wint, dan gaat Trump dealen met hem. Die gaat naar hem toe, natuurlijk. Ja, die gaat naar hem toe. Die gaat zeggen, we gaan die oorlog in Oekraïne beëindigen nu. Ja. Dus het wordt nog een heel... Ik denk niet dat hij daarvoor openstaat. Pauw is ook mee, waarschijnlijk. En die scootmobiel dan. Ja. Die ook, ja, want die wil dat ook. Dus die gaat ook mee. Nou ja, jij zegt, ik denk niet dat hij voor openstaat. Dat staat hij ook niet. Want hij zei letterlijk deze week in een interview van... luister eens, die vredesbesprekingen die mensen willen dat wij gaan voeren... dat gaan we niet doen, want wij gaan niet onderhandelen... alleen maar omdat Oekraïne niet voldoende munitie meer heeft. En dat is wel een hele belangrijke opmerking. Hij ziet dus eigenlijk dat Rusland aan de winnende hand is daar. Ja. En hij begrijpt ook dat de steun van het Westen voor Oekraïne tijdelijk is. En dat is wel heftig. Weet je wel? Dat is heftig voor Oekraïne en ook voor ons. En zeker dat gevoel ontstaat bij de Russen, we kunnen dit gaan winnen. Nee, maar Oekraïne kan dit niet meer winnen. Nee, die kunnen dit niet winnen. Nee. Maar even voor het plaatje dan. Dan zouden ze, als ze zich overgeven, de stukken die ze veroverd hebben, die houden ze dan, de Russen. Ja. En de rest houden ze, laten ze dan wat dat is. Want ze gaan toch niet heel Oekraïne innemen, want dat heb je al eerder uitgelegd. Dat kan niet. Dat kan helemaal niet. Maar ze kunnen hoogstens een stroomman neerzetten in Kiev dan. Ja. Maar ja, dan moeten ze natuurlijk wel eerst ook echt het leger verslaan en zo. Ja, maar dat is waarschijnlijk hun optie. Poetin wil echt van die kleine korporaal af, hè? Ja. Daar wil hij vanaf. Ja. Ja. Ja.